Park Zandvoort voor de introductie van de allersnelste telefoon van de hele wereld. De LG Optimus met dual-core processor. De eerste mobiele telefoon met twee processoren. Het draait om snelheid, geschwindigkeit, vitesse en speed. Leuk en aardig van LG dat ze zeggen dat ze de snelste telefoon ter wereld hebben. Maar we staan nu bijvoorbeeld op een circuit. Daar kan je meten aan de auto's hoe snel ze zijn. Hoe kan je nou meten hoe snel een telefoon is? Nou, ook bij apparaten zoals een mobiele telefoon kun je wel degelijk meten hoe goed die presteert. En dat noemen we benchmarking. Wat er dan gebeurt is, je draait hier een programmaatje op die telefoon. Ja? En die gaat die telefoon allemaal moeilijke taken geven. Dus plaatjes laten zien, spelletjes spelen. En daar worden cijfers aan toegekend. En die cijfers kun je weer vergelijken met de cijfers van een ander telefoontoestel. Dus je kunt wel degelijk meten hoe snel een apparaat is. Net als hier op het circuit. Nou, het leuke is, de smartphones, er worden steeds meer eisen aangesteld. Je gaat steeds meer appjes installeren. Mensen willen hoge definitie foto's maken. Dus op een hele hoge kwaliteit. En wat is het nadeel daarvan? Die telefoon moet daardoor steeds sneller worden. Het nadeel van sneller maken van een telefoon is dat hij ook minder lang meegaat. Je zult in de praktijk merken dat de meeste smartphones ongeveer een dagje maximaal meegaan. Ja, mijn telefoon doet dat precies. En dan zit je in de auto en raakt hij net leeg op het moment dat je het niet wil. Heel irritant. Moet je weer aan de lader hangen. Met deze telefoon kun je dus langer doen, want hij gaat dus langer mee omdat er een dual core processor in zit. Wat betekent dat dan precies? Een dual core processor, een processor is eigenlijk het kloppend hart van je telefoon. Dus die zorgt ervoor dat alle berekeningen worden uitgevoerd. En dual core betekent dat er twee kernen zijn, dus twee bronnen van de processor. Nou, als hij iets heel zwaars moet doen, iets moet uitrekenen, kan hij de werklast over die twee cores verdelen. Daardoor wordt hij niet alleen sneller, maar daardoor is hij ook energiezuiniger. Ik had begrepen dat er nog een technische nieuwigheid zit in verband met foto's en filmpjes. Hoe zit dat precies? Deze telefoon heeft DLNA. Nou, wat is dat nou? Stel je hebt op deze telefoon een video staan of een foto's van je vakantie. Dan kun je die draadloos op een televisie afspelen die ook over DLNA beschikt. Dus dat is een soort certificering. Dan hoef je niet meer te handelen met kabeltjes, maar dan kun je gewoon draadloos via je draadloze netwerk thuis je foto's en films op je tv afspelen. Ik weet inmiddels van mijn eigen programma dat verschillende telefoons ook verschillende besturingsprogramma's hebben. Welk besturingsprogramma zit hier op? Nou, hier zit Android op. Android is een heel populair besturingssysteem voor mobiele telefoons en ook voor tablets. Je hebt daarnaast natuurlijk iPhone en Windows Phone. En het leuke is van Android dat het een open source besturingssysteem is. En wat is dat dan precies, open source? Open source is een besturingssysteem dat door meerdere mensen wordt ontwikkeld, door onafhankelijke partijen. Dus dat er meerdere mensen verantwoordelijk zijn voor het besturingssysteem. Dus als je een goed idee hebt, kun je er ook zelf iets voor ontwikkelen. Dus er is heel veel activiteit rondom de ontwikkeling van open source. Dus dat programma is eigenlijk niet eigendom van één bedrijf, maar eigenlijk van iedereen. Precies, het is van iedereen en iedereen mag ervoor spulletjes voor maken. Wil je meer weten over de dual-core telefoon? Kijk dan even op onze website.